with Jos's question. We gaan verder met de vraag van Jos. Should we repeat the question or should we just move on to the answer? Let's move on to the answer. Okay, okay. The question of suffering, lijden. So first, after accentuating the last point that we had made earlier, I mean before the coffee break, when we spoke of the mission for Israel as, in this vein, distinct in that while there is a sar, not a sar in the same sense as invoked with respect to the entire world. Maybe I should pause. Yeah. We spraken voor de pauze over de missie, de opdracht van Israël, als onderscheiden van de volkeren. Zo heeft Israël ook een sar, een vorst, net als alle volken dat hebben, maar de sar van Israël is een andere dan de sarim die de volkeren hebben. Het drukt ook iets anders uit. Because, again, as expressed perhaps most vividly in Moses' song in Deuteronomy chapter 32, after describing the bestowal upon all nations of their inheritances, their respective roles, God's share is his people, Jacob, the boundary of God's legacy, as it were. In het lied van Mozes in Deuteronomium 32 vinden we dat ook uitgedrukt, zoals we zagen. Alle volkeren hebben een deel gekregen, maar dan wordt er gezegd, Gods deel, het deel van de Heere, is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. So, what emerges as a direct consequence of this special designation? De onmiddellijke consequentie van deze onderscheiding. Perhaps the most explicit and vivid response is Amos, chapter 3, verse 2. Dan geeft Amos in hoofdstuk 3, vers 2, de profeet Amos in hoofdstuk 3, vers 2, misschien wel het meest levendige antwoord op. Only you have I known from all the families of the earth. Therefore I shall take accounting upon you of all your iniquities. Amos 3, vers 2. Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden al uw ongerechtigheden. What a gift. Wat een geschenk is dat. Apropos of, again, Yossi's question about suffering. Okay. Indeed, what a gift. And, of course, I feel compelled to stress, yes, it is a gift. En ik wil natuurlijk ook heel graag benadrukken, ja, het is een gave, een geschenk. Inevitably, in order to appreciate that, we need to ask, what is the ultimate good? En om dat te leren waarderen, moeten we natuurlijk ook vragen wat het uiteindelijke goed daarvan is. Well, don't give me your answer, give me the Bible's answer. Or to be precise, give me Asaf's answer. We geven niet uw antwoord, maar geef het Bijbelse antwoord, het antwoord dat Asaf geeft. In Psalm 73, verse 28. Psalm 73, vers 28. Psalm 73, vers... misschien wil iemand anders dat voorlezen. Oh, ik heb hem hier. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. The good, the ultimate good, is closest to God. De nabijheid bij God, dat is het uiteindelijke goed. Het hoogste goed. Part of closeness to God is, I therefore
take accounting upon you of all of your iniquities. Maar een deel daarvan, van die nabijheid tot God, is wat Amos zegt. Dat God in Amos zegt, ik reken nu uw zonde aan. Also, inevitably, we recognize that when one dwells inside God's palace in his land, there is a much more exacting judgment than when one lives far away. En daar moeten we ook bij zeggen dat voor wie in zijn paleis, dat wil zeggen in zijn land, woont, voor hem is het oordeel ook veel zwaarder dan voor degene die daar verder vandaan leven. This is something that we experience not only for Israel, but for the world at large. Dat ervaren we niet alleen met betrekking tot Israël, maar met betrekking tot de wereld als geheel, als zodanig. In Genesis, we read of the utter destruction of Sodom and the other four cities that were with it. In Genesis lezen we van de totale verwoesting van Sodom en Gomorra en de andere steden. Why were they set apart from all other places that were undoubtedly equally bankrupt, equally corrupted? Waarom zouden die apart gezet worden van alle andere plaatsen die zonder enige twijfel met evenzeer bankroet waren en corrupt? Yeah, there may have been other places that were no more corrupt or no less corrupt than Sodom, but they weren't in the land of Israel. Misschien waren er zulke plaatsen wel, zeker wel, maar die lagen niet in het land Israël. The land of Israel has more exacting standards. Voor het land Israël gelden hogere standaarden. That's also why in the second book of Kings, in chapter 17, beginning with verse 24, when we read about the peoples who are brought into the land after the northern tribes of Israel were brought out of the land in the exile policy of Assyria, they have a problem. Daarom lezen we ook in 2 Koningen 17 dat de volkeren die nadat de stammen van Israël in ballingschap waren gevoerd door Assyrië, de volkeren die toen in het land Israël werden binnengebracht, dat die daar bepaalde problemen tegenkwamen. What was the problem? Wat was het probleem? Check. Ja, wie weet dat. Voelt u vrij om ook mee te doen? Lions. Exactly. Lions. Lions can be a problem. Lions can be a big problem. Leeuwen kunnen een groot probleem zijn. They had a problem of lions when they came into the land of Israel and practiced the same idolatrous pagan practices that they had followed in their earlier places of habitation. Ze kregen een probleem met leeuwen in het land Israël toen ze voortgingen met dezelfde heidense en afgodische praktijken die ze van huis uit hadden geleerd en meebrachten. We don't have time to go through the details of the story. Once they integrate into their practices some element of revering God, the lions leave them alone. Ik ga niet helemaal diep in op het verhaal, maar zodra ze dus in hun religieuze praktijk een zekere verering van de God van Israël opnamen, was dat probleem van de leeuwen ook voorbij. Note that in their earlier places of habitation, despite the fact that they were behaving themselves exactly the same way, engaging in the same pagan practices, the lions weren't attacking them. Het is opmerkelijk dat toen ze nog in hun oorspronkelijke woongebieden waren en ze dus diezelfde heidense praktijk uitvoerden, dat ze toen geen probleem met leeuwen hadden. So you may say, well, maybe in those countries they didn't have lions. Misschien hadden ze in die landen geen leeuwen. I'm sure if God wanted to, he could have come up with something. Maar als God het had gewild, had hij wel met iets gekomen. When you're in the king's palace, you're held to a higher standard. Als je in het paleis van de koning bent, dan ben je aan hogere standaarden gehouden. And just as it applies to the land of Israel, so it applies to the people of Israel. En dat gaat op voor het land Israël en evenzeer ook voor het volk Israël. Therefore I shall take accounting upon you of all of your iniquities, says Amos. En daarom zegt Amos, zal ik je al je ongerechtigheden aanrekenen. To consider what amounts to the same basic dichotomy, consider King Solomon's
prayer at the dedication of the Holy Temple in the first book of Kings in chapter 8, verses 41, 42 and 43. Met betrekking tot diezelfde dichotomie kijken we eventjes naar het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel in 1 Koningen 8. 41, 42 en 43. Vers 41 tot en met 43. I don't know how to count that high in Dutch. Okay. I'll teach you later. Okay. Now, I just want to point out that King Solomon's prayer of dedication is all about prayer. Praying to God via the Holy Temple. Ik wil er graag op wijzen dat het gebed van Salomo helemaal over gebed gaat. Dus het gebed tot de God van Israël via de tempel. Most of it is about Israel praying to God via the temple. Het meeste gaat dan ook over Israël dat via de tempel tot God bidt. But conspicuously verses 41, 42 and 43 are not. Maar let erop dat die versen 41 tot en met 43 daar niet over gaan. They pertain to the stranger. Die gaan over de vreemdeling. Who is not from your people Israel. Die niet uit uw volk Israël is. And King Solomon says, en dan zegt koning Salomo, maar uit de verland komt omwille van uw naam, want ze zullen horen van uw grote naam, van uw sterke hand en van uw uitgestrekte arm. Wanneer hij komt en naar dit huis zijn gebed richt, luistert u dan in de hemel, uw vaste woonplaats, en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël. En erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. Note a subtle but significant distinction. Er is een subtiel maar heel belangrijk onderscheid. In verse 39. In vers 39. Referring to the prayers of the people of Israel. Daar gaat het over het gebed van het volk van Israël. King Solomon asks of God, you shall give to each one according to his ways, that you know his heart. Daar zegt Salomo, geef een ieder naar al zijn wegen, u die zijn hart kent. That is, give him what he deserves. Dat wil zeggen, geef hem wat hij verlangt. Wat hij verdient, sorry. What we call in English, tough love. Dat doe je in het Engels tough love. Ik weet niet of wij daar een Nederlandse uitdrukking voor hebben. With respect to the stranger who is not from Israel, in verse 43 we saw. Met betrekking tot de vreemdeling. Give him everything that he calls upon you. Daar lezen we in vers 43: geef hem alles waarvoor hij u aanroept. Why the difference? Waarom dat verschil? Once again, because for Israel, the nation, in God's palace, they are held to a very exacting standard. And they've already experienced God's hand in the Exodus, in their history. They know and they should know better. Dat geldt opnieuw. Israël, dat woont in het paleis van de koning, is gehouden aan hogere standaarden. En bovendien hebben zij de macht van het werken van God ervaren in hun geschiedenis. The stranger needs to learn about your great name, to revere you as your people Israel. De vreemdeling moet leren over Gods grote naam, zoals uw volk Israël. En uw vrezen zoals. Verse 43. Ja. En uw vrezen zoals uw volk Israël. So again, a difference is drawn. It's not going to be a matter of equivalence. The loving father gives each child what he needs in order to grow best. Opnieuw dus een onderscheid. Geen equivalentie, want de liefdevolle vader geeft ieder kind wat dat kind speciaal nodig heeft om op te groeien. It is a message of what is the good, and it's also a message of suffering. Het is een boodschap van wat goed is, maar het is ook een boodschap van lijden. And this is the perfect way, thanks to Jos's question,
for us to plunge into the heart of today's talk. Because everything until now was just introductory material. En daarmee komen we dankzij de vraag van Jos bij de kern van de lezingen van vandaag. Want alles wat we tot nu toe gezegd hebben is alleen nog maar de introductie. So, when Kees asked me to speak about this subject, Israel as the heart of the nations. Toen ik hem vroeg om over dat onderwerp te praten, Israël als hart van de volkeren. Again, as I stated at the outset this morning, this is not something that is explicitly articulated in Scripture. Dan zeg ik het nog maar eens, wat ik vanmorgen al zei, dat is niet iets wat expliciet in de Bijbel gezegd wordt. I hope our journey through the Bible until now has helped to set the background, the tone, the realization that while the expression does not come from Scripture, the idea that underlies it is certainly one that permeates Scripture. Maar ik hoop dat onze tocht door de Bijbel van vandaag wel bij ons het besef gewekt heeft dat, ook al komt die uitdrukking niet zo in de Bijbel voor, dat de onderliggende gedachte wel, dat de Bijbel wel doortrokken is van die onderliggende gedachte. But the statement isn't in Scripture, the statement is in later sources. Maar de uitdrukking hart van de volkeren komen we pas tegen in latere Joodse bronnen. Two are particularly early and significant. Er zijn twee hele vroege en veel betekenisvolle bronnen, belangrijke bronnen. The one is the Zohar. Eén is de Zohar. Zohar is one of arguably the most foundational text of the Kabbalah. De Zohar is eigenlijk het belangrijkste werk, belangrijkste tekst voor de Kabbalah. The mystical tradition of Israel. De mystieke traditie van Israël. Where we read in the third volume of the Zohar on page 221b. Waar we lezen in het derde deel van de Zohar op bladzijde 221b. That the Holy One, blessed be He, made Israel into the heart of the world. Dat de Heilige, gezegend zij Hij, Israël tot het hart van de wereld maakte. And thus Israel among the nations is as the heart among the other organs of the body. En dus is Israël onder de volk, onder de naties, onder de volkeren, zoals het hart onder de andere organen van het lichaam. Now first of all, to me the most obvious implication of this metaphor is you can only have a complete body when you have Israel with the nations of the world. Dus voor mij is dan de eerste onmiddellijke implicatie daarvan dat je alleen maar een compleet lichaam kunt hebben als je Israël en de volkeren samen hebt. If either is missing, the state is one of critical incompleteness. Als een van de twee ontbreekt, dan is het een staat van volledige incompleetheid. That is obviously while a body without a heart is a dead body. En natuurlijk een lichaam zonder hart is een dood lichaam. A heart without a body is equally meaningless. En omgekeerd is een hart zonder lichaam ook zonder betekenis. So on the first plane then, apropos of what we discussed earlier today regarding the integrated organic whole that is composed of its many parts. We hebben het eerder gehad over dat alomvattende geheel waarin alles zijn eigen plaats inneemt. This is in essence a restatement of the same vision. En dit is in feite een uitdrukking van hetzelfde visioen, dezelfde visie. Varying the metaphor from biology to music, we noted this also earlier today. Als we naast de biologische metafoor uit de muziek nemen, net als vanmorgen. To play the symphony, having a room filled with violinists is woefully incomplete. Als je een symfonie speelt, terwijl er alleen maar violisten op het podium zitten, dan komt dat nooit tot z'n recht. You need every instrument of the orchestra represented. Je moet elk instrument in het orkest aanwezig hebben. But you also need a conductor of the orchestra. Maar je hebt ook een dirigent nodig bij het orkest.
Otherwise, there won't be a symphony. Anders komt er nog geen symfonie. There will be cacophony. Dan wordt het een cacophonie. Because everyone will be playing something different without any relation to anyone else. Want dan speelt iedereen zijn eigen partijtje zonder relatie met de ander. And indeed, in this vein, we well appreciate the vision described in Isaiah chapter 2. En in die zin zullen we dan ook het visioen in Jesaja 2 waarderen. That the universal peace and harmony results when, not simply quoting Isaiah chapter 2 verse 4, they beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks, because that doesn't happen on its own. Dat visioen wordt pas werkelijkheid als we niet alleen bij het eerste blijven steken in vers 4, dat de ploegscharen of de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen, want dat zal op zichzelf niet lukken. And a certain institution that began the quotation with those words in its Isaiah wall next to the United Nations has failed dismally in achieving its goal because they started the quotation too late. En die dat instituut wat dit vers groot op zijn muur heeft gezet, is daar schromelijk in tekort geschoten in de verwerkelijking daarvan, omdat ze te laat het citaat te laat begonnen. Rather, in verse 2 we read, the mountain of the house of God will be set at the head of mountains and uplifted above hills, and all the nations will stream to it, as nations. They're not all the same thing. Not as violinists, not as the drums, not as the flutes, as the nations. Everyone is represented as the nations of the world. They're not converting to Judaism. They aren't coming as Israel. Het zal zijn in het laatste der dagen dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan op de hoogste der bergen. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. En ze komen dus als heidenvolken, niet als Israël of niet als tot het Jodendom bekeerde, maar ieder volk in zijn eigen taak en roeping. And many peoples will say, let us ascend to the mountain of God, to the house of the God of Jacob, and he will teach us of his ways and we will go in his paths. Because from Zion goes forth Torah, teaching, and the word of God from Jerusalem. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. And then, and only then, verse 4, he will judge among the peoples and rebuke many nations, and they will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore. En dan, en alleen dan, geldt het vervolg. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Because once there is that universal realization, and only once there is that universal realization that we are all coming together through the word of God, then everyone may be singing a different melody, but we harmonize with one another. Alleen als dat besef universeel doorbreekt, dat we allemaal op zullen gaan om dat woord te horen, dan zal iedereen wel zijn eigen melodie zingen, maar dat zal dan tot een volmaakte harmonie worden. And then, of course, conflict becomes impossible. En dan wordt conflict uiteraard onmogelijk. Because if we're all aiming to attain the same goal, I want you to advance in your mission as you want me to advance in my mission, because they're both dedicated to achieving and advancing that one goal. Want als we allemaal gericht zijn op dat ene doel, dan is het mijn verlangen dat jullie versterkt worden in dat jullie dat doel bereiken. En omgekeerd, dat ik mijn doel bereik, omdat we allemaal gericht zijn op datzelfde doel. So in that vein, returning to the metaphor of the heart among the nations, the organs of the body. En in die zin verstaan we dan die metaforen van het hart in het lichaam. The heart unites all the organs of the body because it pumps
the life-giving blood through all the organs of the body. Het hart verenigt alle organen van het lichaam omdat het het levengevende bloed door het lichaam heen pompt. And through that life-giving blood, it vivifies all the organs of the body. En door dat levengevende bloed maakt het ook al die organen van het lichaam levend. Wekt ze tot leven. Remember the metaphor from this morning of the Kohanim, the teachers. Denk even terug aan de metafoor van vanmorgen van de Kohanim, de priesterlijke leraren. Why is it so important for there to be Kohanim in Israel? Why is it so important for there to be a dedicated class of teachers? Waarom is het zo belangrijk dat zij in Israël een apart gezette, toegewijde groep zijn, de priesters, toegewijde leraren? Because every individual strives to be a specialist in his designated calling. All the different individual missions, all the different jobs, all of the different roles that we play in society. Omdat ieder individu ernaar streeft om goed te worden in zijn eigen taak, in wat hij zelf wil doen. En dat geldt dus alles bij elkaar voor iedereen. Is that good? Absolutely, that's critical. Everyone should strive for that domain in which each of us excels with the realization that God guides us to our unique role in his world. En dat is natuurlijk zeker goed. En iedereen moet daarnaar streven om goed te worden in datgene waarin hij uitblinkt. Vanuit het besef dat God dat allemaal wil gebruiken en inzetten om zijn uiteindelijke doel te bereiken. So it's critical, but it's dangerous. Dus het is noodzakelijk, maar het is ook gevaarlijk. It's dangerous because as everyone becomes a specialist, in everyone's individual niche, what's to ensure that we remain still part of that greater whole? Want als we allemaal in ons eigen, op ons eigen gebiedje deskundig worden, dan moeten we tegelijk ook de plaats in het grote geheel blijven zien. Rephrasing that, if I'm focusing upon excelling in my particular mission, what is going to ensure that my mission remains subordinated to the goal of the glory of God? Als ik mijn best doe om uit te blinken in datgene waar ik goed in ben, wat garandeert dan nog dat onderworpen blijft aan dat grote, alomvattende doel van God? The solution. De oplossing is a specially designated group that from birth focus upon nothing other than everything, the whole picture, the core, the heart, the temple, and teaching God's lessons, projecting his word throughout the nation. En de oplossing is een groep die vanaf de geboorte erop gericht is om daarop gericht te die daarop gericht is dat uit te dragen, dat onderwijs uit te dragen. So that through the Kohanim, continuously bound to the source, the life-giving force in the Holy Temple, God's presence, they keep everyone connected. They pump the life-giving blood of Torah through all the extremities. Dus vanuit het centrum, Jeruzalem, de plaats waar God wil wonen, zijn het de priesters die dat door hun onderwijs, dat levengevende bloed, door alle ledematen en organen van het hele volk heen pompen. Both unifying and vivifying. Unifying because it is the same blood, the same light of Torah that is projected throughout the entire nation. Vivifying because that's precisely what keeps us alive and sustains us. Ze verenigen doordat het ene licht van de Torah is dat ze door heel dat lichaam heen, door heel het volk heen laten gaan.
En ze wekken daarmee ook, met, en daar is het woord voor bedoeld, om tot leven te wekken. Ze wekken tot leven. So really then, the metaphor of the heart among the organs of the body is a kind of recasting of the metaphor that we found first in Exodus chapter 19, verse 5, again in Isaiah chapter 61, verse 6, of the priests for the world. Dus de metafoor van het hart in het lichaam zegt dus eigenlijk hetzelfde als wat we tegenkwamen in Exodus 19, vers 5. De priesters te midden van het volk en een priesterlijk volk te midden van de volkeren van de wereld. Yes, question. En de Messiah. We are speaking of the coming of a new era. And what role has the Messiah in that whole process? Ultimately, the Messiah is the one who serves as the heart of the heart in this grand vision. In dit grote visioen dient de Messias als het hart van het hart. Om het zo maar te zeggen. That is, well, of course, there are many passages in the prophets to which we could turn. I think the most apt here would be Isaiah chapter 11. Er zijn een heleboel profetieën waar we naar zouden kunnen verwijzen. Meest toegesneden eigenlijk in dit verband is Isaiah 11. Isaiah chapter 11 begins that a shoot sprouts forth from the stock of Yishai, of Jesse, and a blossoming from his roots will grow forth. Isaiah 11 vers 1, er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaïe en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. And the Spirit of God is upon him, a spirit of wisdom and understanding, a spirit of counsel and mightiness, a spirit of knowledge and reverence of God. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. And what ensues is a description of how this ushers in an era of universal brotherhood. The verses speak even of a peace that reigns in the animal kingdom. Whether that is literal or metaphorical is subject to interpretation. But that the Messiah ushers in that era and the culmination, the encapsulation of what is that period appears perhaps most aptly in verse 9. Dus de Messias die luidt eigenlijk dat nieuwe tijdperk in waar de volgende versen dan over spreken, waarin er zelfs harmonie is in de dierenwereld. Of je dat letterlijk moet nemen of meer als een metafoor, nou daar kun je over van mening verschillen, maar dat is wat de Messias doet en dat culmineert in vers 9. They will do no evil nor corruption in all my holy mountain, because the earth will be filled with knowledge of God as waters cover the seabed. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Now, once knowledge of God fills the earth as waters cover the seabed, we've reached the culmination where everyone knows God. Als de kennis van de Heere de aarde vervult zoals water, het water de bodem van de zee, dan hebben we eigenlijk het hoogtepunt, het uiteindelijke hoogtepunt bereikt waar iedereen God kent. Certainly until that blessed day, and even on that blessed day, we need the teachers to bring that message of knowledge of God that fills the earth. En tot die dag, en zelfs nog op die dag, hebben we nog de leraren nodig die ons onderwijzen in de boodschap van die kennis van de Heere die de aarde zal vervullen. Again, the heart vivifying and unifying all the organs of the body. Daar heb je weer eigenlijk dat het hart
het lichaam verenigt en leven, tot leven wekt. Alle delen van het lichaam. But now, returning again to the metaphor and its implications. Terug naar de metafoor en de implicaties daarvan. In the passage in the Zohar that I shared with you, because Kees forced me to talk about the subject. I don't mind my blaming you all the time. You give me the honor of... In de passage in de Zohar waar we het over hebben. The passage also speaks of specifically the heart experiencing anguish, experiencing the suffering of the body. Daar gaat het ook expliciet over het hart dat smart en lijden ervaart. That it is the heart more than any other organ that experiences in the Aramaic the tsara ve'aka v'yigona, the anguish, the travail, and the suffering that comes upon the body. Het hart, zo staat het, nou heeft de Aramese woorden van de Zohar even geciteerd. Het is speciaal, het hart, dat het lijden en de smart en de moeite ervaart. And this brings me specifically to, I mentioned two sources for the expression that appears in the title of today's session. En dat brengt mij dan bij de volgende bron waar de uitdrukking uit het thema van vandaag voorkomt. The formulation likewise in the classic of Jewish thought, Jewish philosophy, Rabbi Yehuda Halevi's Sefer HaKuzari. De uitdrukking komt ook, ik heb het ook in de uitnodiging trouwens genoemd, komt ook voor in dat het een van de klassieke werken van het Joodse denken, de Kuzari van Rabbi Yehuda Halevi. A work that he completed shortly before the end of his life in 1141. Werk dat hij voltooide kort voordat hij stierf in 1141. And is still definitely in the very front row of the classics of Jewish thought. Het is nog steeds een van de belangrijkste klassieke werken van het Joodse denken. As I mentioned, I personally feel that my Weltanschauung in Jewish thought was molded more than any other rabbinical work by this one. Zoals je al gezegd heeft, zoals ik al gezegd heb, mijn Weltanschauung is wellicht wel het meeste door dit klassieke rabbijnse werk gevormd. Er is overigens, ik heb hem ook zien liggen hier een paar jaar geleden, een nieuwe Nederlandse vertaling van verschenen. Ik heb hem beneden ook, had hem nog mee willen. There has been appeared a Dutch translation a couple of years ago, which is really? Very good. Yes. Okay. Yes. We have it there, but maybe wow. Misschien kan het rondgaan of kunnen mensen straks even kijken. I'm dumbfounded. Okay, wow. It's just, I think, the last year or the year before that it appeared. Okay. I'm wondering who undertook the translation. Okay. We'll have a look afterwards. Okay, we'll have a look afterwards. Certainly, yes. Okay. Yeah. The expression that appears, you can check me out on this, in the second treatise, in section 36... De uitdrukking komt voor in het tweede traktaat, in sectie, paragraaf 36. Is that Israel among the nations is like the heart among the organs. Israël is onder de volken als het hart te midden van de andere organen. Usually as a brief quotation, that's the quotation, but it's actually merely the first clause of a longer sentence. En dat wordt vaak zo los geciteerd, maar het is eigenlijk het begin van een veel langere zin. That Israel among the nations is like the heart among the organs, which is the most diseased and most healthy
of all of the organs of the body. Israël onder de volken is als het hart onder de organen. En dat is het orgaan dat zowel de meeste ziekte als het de meeste gezondheid van allemaal ervaart. Of ondergaat. And this inevitably will bring us back to Jos's question. En dat brengt ons weer terug bij de vraag van Jos. On a deeper plane. Maar op een dieper niveau. This idea of the most diseased and most healthy. Het idee van de meest met ziekte geteisterd en tegelijk de meest gezonde. In essence is a reflection of most acutely sensitive. Is in essentie een uitdrukking van het meest sensitieve, het meest scherp voelende. Being far more readily affected than any other part of the body, and you feel it. You feel the ailing heart. You feel the pain, the angina, the warning signs that something is amiss in the heart. Het lichaamsdeel dat meer dan alle andere lichaamsdelen pijn ervaart en dan ook waarschuwingssignalen uitgeeft. De angina spreekt hij over. Other organs can become insensitive and can atrophy and wither. Andere organen kunnen ongevoelig worden en achteruit gaan. Obviously the heart can't. Het hart wordt dat niet. Kan dat niet. Rabbi Yehuda Halevi, on the side, I should note, was also, as many of the luminaries of this period in the Islamic world, a physician. Terzijde, Rabbi Yehuda Halevi was net als veel andere Joodse, grote Joodse geleerden van die tijd in de islamitische wereld ook een arts. You probably know that Rabbi Moses Maimonides was also a physician. U weet waarschijnlijk dat Rabbi Moses Maimonides ook arts was. It was kind of the in field for intellectuals in the Islamic world at the time. Het was in de islamitische wereld in die tijd eigenlijk het terrein van de intellectuelen. And again the metaphor of the heart, because the heart could not tolerate such disease without death ensuing far more precipitously than any mere atrophy, any mere desensitivity. Even denken. Het hart is eigenlijk het orgaan wat het meest direct en het meest scherp elk gebrek of elke achteruitgang van het lichaam voelt en signaleert. So it is in this vein that in the second treatise in section 44, Rabbi Yehuda Halevi speaks in precisely these terms of the verse that we mentioned earlier from Amos chapter 3 verse 2. En daarom spreekt Rabbi Yehuda Halevi ook verderop in traktaat 2. In paragraaf 42, of 44. In dezelfde termen eigenlijk als Amos, wat we eerder vandaag gelezen hebben, de profeet Amos. Because of this extraordinary sensitivity of the heart. Vanwege die buitengewone gevoeligheid van het hart. Only you have I known from all the families of the earth, therefore I take accounting upon you of your iniquities. Hij citeert ook de profeet Amos, alleen u heb ik uit alle volken verkoren en daarom houd ik jullie verantwoordelijk voor al je ongerechtigheden. And apropos of the converse, that is a process of atrophy that could take place among those less sensitive. Wat betreft de omkering van die atrofie die er onder de minder gevoelige ledematen zou kunnen plaatsvinden. In God's covenant with Abraham in Genesis chapter 15. Gods verbond met Abraham in Genesis 15. In verse 16. Vers 16. Speaking of how only the fourth generation will return here because
the iniquity of the Emori will only be complete at that time. Daar gaat het erover dat de vierde generatie pas zal terugkeren naar het land, omdat het dan de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten vol zal zijn. Meaning that the Emori is insensitively continuing business as usual and heaping up a long, long ledger of their liabilities until eventually there really is atrophy and death. Dat betekent dus dat de Amorieten op een ongevoelige manier steeds meer ongerechtigheid opstapelen tot die uiteindelijke atrofie aangebroken is. The heart doesn't get there because the heart is always going to suffer, experience the anguish as means for manifesting its sensitivity. Het hart zal nooit tot zo'n mate van atrofie komen. Altijd lijdt en die smart ervaart en daar gevoelig voor is. I believe nowadays in contemporary medicine it remains a kind of subject of dispute as to whether we regard the symptoms of disease, the sniffles, the coughs, the fever and all, as the negative consequences of the infection that's caused by the infectious agent, or on the contrary, expressions of the body's defense mechanisms in order to muster the forces to overcome the infection. Er is, geloof ik, in de hedendaagse geneeskunde nog steeds discussie over de negatieve symptomen van een ziekte, van een infectie bijvoorbeeld, het niezen, het hoesten enzovoort, of dat de uitingen van die infectie zelf zijn, of juist omgekeerd het verdedigingsmechanisme van het lichaam wat daar de infectie probeert te bestrijden. So again in this vein, the formulation, the most diseased and most healthy of the organs. En vandaar dus ook die uitdrukking in de Kuzari, het meest door ziekte aangedane en het meest gezonde deel van het lichaam. The most sensitive. Het meest gevoelige. In order to discharge its role as priest and teacher. Om juist ook met het oog om zijn rol als priester en leraar te vervullen. Which brings me to really the essence of what is discussed, the passage from the Bible that is central in this entire presentation in the Kuzari. Daarmee komen we ook eventjes bij een Bijbeltekst die centraal is in die of de batterij van de microfoons. No, I don't think so. I think it's, what am I doing? Maybe I'm banging into it. Or maybe, let's see. It's the battery of this microphone, I guess. Oh well. I hope it will last until Flip returns. Okay. Ik hoop dat hij het nog even tot Flip terugkomt. Weet je, kun jij even helpen? Okay, thank you. We continue en we gaan even door en ik probeer het op mijn eigen kracht te doen. Okay, so I'm still okay or? Yes, yes. Okay. Okay. This is really the culmination of the entire discussion of today. Het is eigenlijk het hoogtepunt van onze hele discussie van vandaag. And I must add that this is also the subject of my warning in particular to case of what would be the consequences of choosing this topic. En het is ook eigenlijk de waarschuwing die ik zelf gegeven van Gein toen ik dit hoef ik niet meer zwart te praten. De waarschuwing die Gein mij gaf toen we over dit onderwerp spraken
de consequenties die hieruit voortvloeien. De risico's die er misschien aan zitten. Om hierover te spreken. The principal passage to which Rabbi Yehuda HaLevi addresses himself in this discussion is Isaiah chapter 53. Want het belangrijkste vers of gedeelte waar Yehuda HaLevi in de Kuzari naar verwijst in dit verband is Jesaja 53. I feel like the American expression jumping out of the skillet and into the fire. Er is een Amerikaanse uitdrukking, waar zou je dat mee kunnen vergelijken? Voor de leeuwen gegooid worden of zoiets? Jumping from the frying pan into the fire itself. Oh, hey. vanuit de koekenpan in het vuur springen. Okay, but, dat was de uitdrukking. Okay. Ik weet niet of wij daar een equivalent voor hebben. Ja, zoiets. And so, inevitably, in this context, we consider what we are to see in Isaiah chapter 53. Wat komen we dan tegen in Jesaja 53? I don't think it's going to be news to anyone in this room that Jews and Christians tend to see Isaiah chapter 53 differently. Het is geen nieuws voor u dat Joden en Christenen een verschillende interpretatie hebben van Jesaja 53. But Kees said that was fine. Ik heb gezegd dat dat oké is. We weten dat van elkaar. I keep on blaming him. In considering how we integrate Isaiah chapter 53, I felt it would be a helpful exercise at the outset to do a survey in the book of Isaiah. Maar om nou een wat vollediger begrip van dat hoofdstuk te krijgen, dacht ik dat het ook nodig was om even een kort overzicht te geven van verschillende passages in Jesaja. So this is a survey of every place in the book of Isaiah where God refers to Avdi, my servant. Dit is een overzicht van alle plaatsen in het boek Jesaja waar God spreekt over zijn knecht, Avdi, mijn knecht. Now, in most of the instances in which Isaiah speaks of God's servant, my servant Avdi, it is explicitly clear who the servant is. In de meeste gevallen is het volstrekt duidelijk wie die knecht dan is. I think there are three passages in Isaiah where it isn't. Ik denk dat er drie passages in Jesaja zijn waar het niet meteen duidelijk is. So first let's consider the ones where it is clear. Eerst eventjes kijken naar degene waar het wel duidelijk is. Number one is Isaiah chapter 20, verse 3. Nummer 1, Jesaja 20, vers 3. To save time, we won't be considering the context. I will merely note that the text reads, Avdi Yeshayahu, my servant Isaiah. Omwille van de tijd gaan we niet op de context in, maar ik lees alleen maar dat hier staat, mijn dienaar Jesaja. So I think we could all agree who's God's servant in that citation. Nou, we kunnen er snel over eens zijn wie dan hier mijn dienaar is. Dat staat er gewoon. Certainly, however, that's not always who God's servant is. The next place that we encounter my servant of thee is in Isaiah chapter 37, verse 35. Maar het is niet altijd hetzelfde. De volgende plaats waar we dat tegenkomen is Isaiah 37, vers 5. There it is. David of thee, my servant David. Daar wordt gesproken over David, mijn knecht, David of thee. That is, in particular, this is God's promise of saving the city of Jerusalem from the siege of Sancheriv, of Sennacherib. I will defend this city to save it for my sake and for my servant David's sake. Gaat het om Jeruzalem is belegerd door Sanherib en dan zegt God tegen Hiskia, ik zal Jeruzalem bevrijden omwille van mijn naam en mijn knecht David. Which verse was it? This was chapter 37, verse 35. Hoofdstuk 37, vers 35. Ik zei het net geloof ik niet goed. Ja, vers 35 is het. So far we've seen
my servant Isaiah and my servant David. Dus we hebben tot nu toe mijn knecht Jesaja en mijn knecht David, of mijn dienaar. And we continue the other instances in which the prophet refers explicitly to God's servant by name. In Isaiah chapter 41, verse 8. Jesaja 41, vers 8 vinden we opnieuw de uitdrukking mijn knecht. En opnieuw wordt er ook de naam van die knecht bijgenoemd. But you, Israel, my servant Jacob, whom I have chosen, the seed of Abraham, my friend. Maar u, Israël, mijn dienaar, u, Jacob, die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham, die mij lief had. I think we can readily identify who the servant is there. Dus daar kunnen we het ook wel over eens zijn wie de knecht daar is, de dienaar. Next, in Isaiah chapter 42, but we are skipping that for now. So we move on to Isaiah chapter 43. De volgende is Jesaja 42, maar die slaan we even over. We gaan nu eerst Jesaja 43 doen. Where in verse 10. Vers 10. You are my witnesses, says God, and my servant whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am he. Before me there was no God formed, neither shall there be any after me. U bent mijn getuige, spreekt de Heere, en mijn dienaar, die ik verkozen heb. Opdat u het weet en mij gelooft en begrijpt dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd en na mij zal er geen zijn. Now, this verse doesn't say anything about who God's servant is, but it is the continuation of a direct quotation that begins in verse 1. Dit vers zegt niet expliciet wie de dienaar is, maar het is het vervolg eigenlijk van een directe reden die begint in vers 1. And verse 1 is, but now thus says God who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you, and I have called you by your name, you are mine. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw formeerder Israël, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. So I think we can relegate Isaiah chapter 43 to the known servant as well. Dus we kunnen ook hier zeggen dat Jesaja 43 vers 10 ook de dienaar bij name genoemd is. Isaiah chapter 44 verse 1. Jesaja 44 vers 1. This doesn't leave much room for uncertainty. Daar is ook weinig ruimte voor onzekerheid. Yet now hear, O Jacob, my servant, and Israel, whom I have chosen. Maar nu luister, Jacob, mijn dienaar, Israël, die ik verkozen heb. And likewise in verse 2, thus says the Lord who made you and formed you from the womb, who will help you, fear not, O Jacob, my servant, and you, Yeshurun, whom I have chosen. Zo zegt de Heer, uw maker, en uw formeerder, die u helpt, wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob, Yeshurun, die ik verkozen heb. And similarly in verse 21, remember these things, O Jacob and Israel, for you are my servant. I have formed you, you are my own servant. O Israel, you should not forget me. En ook in vers 21, denk aan deze dingen, Jacob, Israël, want u bent mijn dienaar. Ik heb u geformeerd, u bent mijn dienaar, Israël. U zult door mij niet vergeten worden. So, here too. The identity is clear. Dus ook hier is de identiteit duidelijk. Chapter 45, verse 4. Jesaja 45, vers 4. For the sake of Jacob, my servant, and Israel, my chosen, I have called you by your name. I have surnamed you, though you had not known me. Terwille van Jacob, mijn dienaar, Israël, mijn uitverkorene, riep ik u bij uw naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. And Isaiah chapter 48, verse 20. Jesaja 48, vers 20. Go you forth from Babylon, free you from the Chaldeans, with a voice of singing declare you. Tell this, utter it even to the end of the earth, say you, God has redeemed his servant Jacob. Ga weg uit Babel, vlucht weg van de Chaldeeën, verkondig met luide vreugdezang.
Laat dit horen, draag het uit tot aan het einde der aarde, zegt de Heere. Zegt, de Heere heeft zijn knecht Jacob verlost. For explicitly identified references to my servant in Isaiah, this completes our survey. Tot zover ons overzicht van verzen waar mijn knecht ook bij name genoemd wordt. I skipped Isaiah chapter 42 in this survey. Ik heb Jesaja 42 hierin even overgeslagen. And Isaiah chapter 49. En Jesaja 49 ook. And Isaiah chapters 52 and 53, which is really one passage. En Jesaja 52, 53, wat eigenlijk één geheel is. Are the three other instances in which we encounter in Isaiah God referring to my servant. Dat zijn de drie andere plaatsen waar wij die uitdrukking tegenkomen waar God spreekt over zijn knecht of mijn knecht. Now to review, what we've seen so far is there is one explicit reference to my servant in chapter 20, and there the servant is explicitly Isaiah, the prophet himself. Dus om eventjes kort samen te vatten, er is één verwijzing, dat is Jesaja 20, waar het over Jesaja zelf gaat als mijn knecht. There is one explicit reference in Isaiah chapter 37 to God's servant, my servant, where it refers to David. In 37 gaat het expliciet over mijn knecht David. And all the remaining explicit references where there is a named object of God's my servant. En bij alle andere expliciete verwijzingen van mijn knecht waar de naam genoemd wordt, which were in Isaiah chapter 41, chapter 44, chapter 45 and chapter 48. 41, 44, 45 en 48. The repeated reference to my servant always was Jacob, Israel. Gaat het bij de uitdrukking mijn knecht steeds over Jacob, Israël? And now we hit the three remaining passages. En nu pakken we de drie overblijvende passages. Isaiah chapter 42. Jesaja 42. Behold my servant whom I uphold, my chosen in whom my soul desires. I have put my spirit upon him. He shall make the justice go forth to the nations. Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, wie mijn ziel welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. And the continuation, he shall not cry nor lift up nor cause his voice to be heard in the outside. Hij zal niet schreeuwen, zijn stem niet verheffen, hij zal zijn stem op straat niet laten horen. Verse 3, a bruised reed shall he not break, and the dimly burning wick shall he not quench. He shall make the justice to go forth according to the truth. Het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen, maar naar de waarheid zal hij het recht doen uitgaan. And the theme of justice continues in verse 4. He shall not weaken or dim, nor be crushed, till he shall have set the justice in the earth and the isles that wait for his teaching. Dat thema van de gerechtigheid wordt voortgezet in vers 4. Hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. Vers 5. Thus says God the Lord, he who created the heavens and stretched them forth, he that spread forth the earth, and that which comes out of it, he that gives a soul unto the people upon it and a spirit to them that walk therein. Vers 5, zo zegt God de Heere die de hemel heeft geschapen en hem heeft uitgespannen, die de aarde heeft uitgespreid en wat daarop uitspruit, die de adem geeft aan het volk dat erop is en de geest aan hen die daarop wandelen. I, God, have called you in righteousness and have taken hold of your hand
and kept you and set you for a covenant of the people for a light of the nations. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen en ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken. This is all a description of the anonymous servant of God who was introduced in verse 1. Dat is allemaal een beschrijving van die anonieme knecht van de Heere die in vers 1 beschreven wordt. You're probably waiting for me to tell you, well, in our tradition there's a definite meaning here and it's referring to... U zult zeggen, in onze traditie wordt er een duidelijke betekenis aangegeven. Het gaat hier over... Sorry, but there are different interpretations. Er zijn verschillende interpretaties. There are those who understand chapter 42 to be a prophecy concerning the Messiah. Er zijn er inderdaad die Jesaja 42 verstaan als een profetie over de Messias. I will allow myself to question that, however. Ik sta mezelf toe dat daar een vraag bij te stellen. Because while the servant is first introduced in verse 1. Want hoewel de knecht eerst in vers 1 wordt geïntroduceerd. Behold my servant whom I behold my chosen in whom I desire. We also encounter the servant in verse 19. Komen we de knecht ook in vers 19 van hetzelfde hoofdstuk tegen. And it isn't pretty. En dat is nou niet zo erg aardig. First verse 18 to understand the context. It is a summons and a rebuke. Eerst vers 18 om de context te begrijpen. Het is een opdracht en een verwijt eigenlijk. Hear you deaf and look you blind that you may see. Doven hoor, blinden kijk en zie. Verse 19. Who is blind but my servant? Or deaf as my messenger that I send? Who is blind as he who is wholehearted and blind as God's servant? Wie is er zo blind als mijn dienaar, doof zoals mijn bode die ik zend? Wie is blind zoals de volmaakte, blind zoals de knecht van de Heere? The end of the verse may alternatively be rendered. There are different views among the commentators that he who was blind is as one who received his payment, who received his punishment. And he who was blind is as a servant of God. Er zijn verschillende verklaringen ook in de Joodse traditie voor. Wat hier in onze vertaling met volmaakte wordt vertaald, dat kan ook weergegeven worden als hij die zijn loon krijgt, of zijn verdiende loon zelfs. Verse 20, seeing many things, you observe not. Opening the ears, he hears not. Vers 20. U ziet wel veel dingen, maar u let er niet op. Hij doet zijn oren wel open, toch luistert hij niet. This is a description of God's servant. Dit is een beschrijving van Gods dienaar. And personally, I would almost love to say it's referring to anyone other than Israel. En ik zou persoonlijk heel graag zeggen dat dit verwijst naar wie dan ook, als het maar Israël niet is. But I think it is referring to Israel. Maar ik denk dat het toch slaat op Israël. I don't think there's anyone else whom God refers to as his servant, who he would chastise, rebuke, and call to task so harshly for having done so many things wrong. Ik denk dat er geen ander is die door God zozeer wordt gekastijd en bestraft en tot de orde wordt geroepen. I see chapter 42 as an exercise in contrasts. Ik zie hoofdstuk 42 als een oefening in contrasten. The rousing words of verse 6. I, God, have called you in righteousness and have taken hold of your hand and kept you and set you for a covenant of the people, for a light of the nations, on the one hand. Aan de ene kant heb je de woorden in vers 6, de opwekkende woorden.
Ik heb u geroepen in gerechtigheid om u om een verbond voor het volk en een licht voor de volken te zijn. That's your summons from God. That's your mission. Look how badly you're handling it. Dat is je taak, je opdracht, je missie van God. En kijk nou eens wat je ervan gemaakt hebt. Hear you deaf and look you blind. What are you doing? Doven horen, blinden, kijk en zie. Wat ben je aan het doen? Devastating chastisement of God. Een ontzettende bestraffing door God. But I still reiterate, there are different interpretations. Maar ik herhaal nog maar eens, er zijn verschillende interpretaties. We continue with the second passage. De tweede passage waar we mee verder gaan. Isaiah chapter 49. Isaiah 49. Significantly, that's the other passage in which we read the expression Or Goyim, a light of the nations. En opmerkelijk is dat dit de andere passage is waar we de uitdrukking licht voor de volken terugvinden. Who is called to be a light of the nations? Wie wordt er geroepen om een licht voor de volken te zijn? So, perhaps a good way to begin in considering what's taking place in this passage is with verses 5, 6 and 7. Om er een goed begrip van te krijgen, kijk u eerst even naar de versen 5, 6 en 7. Verse 5. And now says God who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob back to him, and that Israel be gathered to him. En nu zegt de Heere die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen en Israël tot hem te verzamelen. For I am honorable in the eyes of God, and my God is become my strength. Want ik ben verheerlijk, ik ben heerlijk in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. Yea, he said, it is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the offspring of Israel. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. That's too simple. Dat is te eenvoudig. I will also give you for a light of the nations that my salvation may be unto the end of the earth. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. And in verse 7, thus says God, the Redeemer of Israel, his Holy One, to him who is despised of men, to him who is abhorred of nations, to a servant of rulers, kings shall see and arise, princes, and they shall prostrate themselves because of God, who is faithful, even the Holy One of Israel, who has chosen you. Zo zegt de Heere, de Verlosser van Israël, zijn heilige tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers. Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen, omwille van de Heere die getrouw is, de heilige van Israël die u verkozen heeft. Who's God's servant here? Wie is hier Gods dienaar? You may also be expecting me to tell you, well, the Jewish interpretation is that it's obviously referring to Isaiah. But I'm not going to say that because there's no one interpretation. This is also ambiguous. So the simple reading would be it's referring to the prophet Isaiah. First of all, let me translate. Oh, yeah. I got carried away. Okay. Je zou misschien kunnen zeggen, nou, in onze traditie slaat dit heel duidelijk op die of die persoon. Maar ook in de Joodse uitlegtraditie is dit ambigu, dubbelzinnig. Er is een traditie die het betrekt op de profeet Jesaja zelf. That is, after all, an amenable interpretation. First of all, because, as you may recall, we saw explicitly God referring to Isaiah as my servant in Isaiah chapter 20. Dat is een denkbare interpretatie, omdat we al gezien hebben dat God ook over Jesaja als over mijn dienaar spreekt. Second of all, what is so glaring here is that the author is after all Isaiah, is speaking in first person. En wat ook opmerkelijk is, is dat de auteur, en dat is natuurlijk Jesaja zelf, ook in de eerste persoon spreekt. And we should stress, it's first person singular. De eerste persoon enkelvoud. He says,
God who formed me from the womb to be his servant. God die mij vanuit de moederschoot geformeerd heeft om zijn dienaar te zijn, staat er. And it's to bring Jacob back to him, that Israel be ingathered unto him. Om Jacob terug te brengen, tot hem terug te brengen, om Israël tot zich te laten verzamelen. Likewise in verse 6, when God says to the servant, it is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the offspring of Israel. Zo ook in vers 6, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en de gespaarden van Israël terug te brengen. Which also seems to be amenable to the being the prophet who is called upon to raise up the tribes of Jacob to restore the offspring of Israel and also to be a light for the nations. Dat zou dus inderdaad van toepassing kunnen zijn op de profeet die daartoe geroepen wordt. Except. Verse 3, which is also cast in first person singular. Maar in vers 3 wordt ook in de eerste persoon enkelvoud gesproken. And he said unto me, you are my servant. Israel, in whom I will be glorified. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. So, there are two possibilities. Maybe there are more, but I can think of two that are fairly straightforward. Dus we hebben in ieder geval in de tekst, wat uit de tekst opkomt, twee mogelijkheden. Either God calls Isaiah Israel, which is somewhat odd, or God relates to Isaiah as an encapsulation of all of Israel. Ofwel God noemt Jesaja Israël, wat misschien een beetje vreemd is, ofwel hij spreekt tot Jesaja als een hoe moet je dat nou vertalen? Als iemand die ja, een soort van pars pro toto. Iemand die Israël als geheel vertegenwoordigt. So either the servant who is summoned to be a light of the nations is Isaiah, or the servant who is summoned to be a light of the nations is Israel. Dus ofwel de knecht die de opdracht krijgt om een licht voor de volkeren te zijn is de profeet, is Jesaja, ofwel die knecht is Israël. And of course, I'm not even going to consider the implications. Is the one, the servant, who is called upon to be a light of the nations in chapter 49, identical with the one, the servant, who is called upon to be a light of the nations in chapter 42? En dan heb je nog de vraag of die knecht die een licht voor de volkeren wordt genoemd in hoofdstuk 49 dezelfde is als die in hoofdstuk 42. Personally, since I think that the best thing a teacher can do is to raise questions that he doesn't answer, I don't intend to actually answer these questions. Ik ga die vraag nu niet beantwoorden, omdat ik denk dat het beste wat een leraar kan doen is vragen op te werpen zonder daar direct een antwoord op te geven. Which I know is maybe a good excuse for saying I don't really know what the answer is. En dat is natuurlijk ook wel een excuus om te zeggen ik weet eigenlijk niet wat het antwoord is. But for our purposes, since I realize our time is limited, we go on to the third passage. Maar vanwege de tijd gaan we even door naar de volgende passage. The third passage is of course Isaiah chapters 52 and 53. En dan komen we uiteraard terecht bij Jesaja 52 en 53. I'm joining them together because I think conceptually, contextually, the verses that in the standard division are verses 13, 14 and 15 of chapter 52 really belong with 53. Ik denk dat het inderdaad ook algemeen aanvaard is dat die laatste drie versen vanaf vers 13 Jesaja 52 dat het eigenlijk bij het vervolg Jesaja 53 hoort. Dat dat één textueel geheel vormt. Since we're friends, I hope you won't mind my telling you that that's not our fault. That's actually the fault of the Christian printers. Because the division of the Bible into chapters and verses does not come from an original Jewish division. U weet natuurlijk ook wel dat dat te danken is of te wijten is aan de vroege christelijke drukkers, want de verdeling van de Bijbel in hoofdstukken en versen is niet in de oorspronkelijke
But we're friends. We'll let bygones be bygones. Okay. Maar dat laten we maar voor wat het is, als vrienden onder elkaar. Okay, chapter 52, verse 13. Jesaja 52, vers 13. Behold, my servant shall prosper. He shall be exalted and lifted up and shall be very high. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen, of in een andere vertaling zal bloeien. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. That is, there is a day when that will happen. Dat wil zeggen, er is een dag dat dat zal gebeuren. In contrast, in verse 14, according as many were appalled at you, so marred was his visage, unlike that of a man, and his form unlike that of the sons of men. In contrast daarmee, wat er in vers 14 staat, zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. As he was that, so shall he cast down many nations. Kings shall shut their mouths because of him. For that which had not been told them, they saw, and that which they had not heard, they perceived. Ik probeer weer even de Engelse vertaling te volgen. Zo zal hij vele heidenvolken neerwerpen, koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, hebben het gezien, en zij die het niet gehoord hebben, hebben het begrepen. And what follows is, as it were, the exclamation of these kings and nations, who would have believed our report? And to whom has the arm of God been revealed? En dan volgt eigenlijk de uitroep van die koningen en volken. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? For he shot up right forth as a sapling, and as a root, out of a dry ground. He had no form, nor comeliness. And we saw him that he had no appearance that we should delight in him. Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalt of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. He was despised and forsaken of men. A man of pains and acquainted with disease. And as one from whom men hid their faces, he was despised and we esteemed him not. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor u in het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Surely our diseases he did bear, and our pains he carried, whereas we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. But he was wounded because of our transgressions, and he was crushed because of our iniquities. The chastisement of our welfare was upon him, and with his wounds we were healed. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. All we like sheep did go astray. We turned every one to his own way, and God accepted his prayers for the iniquity of us all. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere aanvaarde zijn gebeden voor ons allemaal. De alternatieve vertaling die we zojuist ook uit het Engels hoorden. He was oppressed, though he was afflicted, and opened not his mouth, as a lamb that is led to the slaughter, and as a sheep that before her shearers is dumb, yea, he opened not his mouth. Hij werd terneergedrukt, hoewel hij zich vernederde. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. By oppression and judgment he was taken away. And with his generation, who shall tell? For he was cut off out of the land of the living, for the transgression of my people,
to whom the plague was due. Yes. Different. It is different in Dutch, so okay. I try to capture the your English translation. Door onderdrukking en oordeel werd hij weggenomen en met zijn argumenteerde, staat er eigenlijk in het Engels, met zijn generatie, of de vertaling die wij hebben, wie zal hem daaronder tellen of rekenen? Want hij werd weggesneden uit het land van de levenden. En om de overtreding van mijn volk is op wie de plaag was. Vanwege de overtreding van mijn volk op wie de plaag was. Zo staat het hier in de Engelse vertaling. Who is the suffering servant of God? Wie is de lijdende knecht van God? Are you still going to expect me to say, well, the obvious Jewish interpretation is, and then give one answer? Verwacht u nog steeds van mij dat ik zal zeggen, nou, de klaarblijkelijke Joodse interpretatie is, en dat ik dan één antwoord zal geven? You probably already gave up on that, right? Dat hebt u openlijk al opgegeven. Yes, okay. And, while the continuation of the passage also provides us with additional keys in perhaps identifying God's servant, what I would submit to you at the outset is, well, we talked about two possible interpretations for the anonymous servant in Isaiah chapter 42. De vervolgversen geven natuurlijk nog meer aanwijzingen om daar verder over na te denken, maar ik wil eerst eventjes weer terughalen wat we ook bij Jesaja 42 zeiden, dat er twee mogelijke interpretaties in ieder geval zijn. It could refer to the Messiah. Het kan natuurlijk op de Messias betrekking hebben. But it could also refer to Israel because of the words of chastisement and rebuke. Maar het kan ook op Israël betrekking hebben vanwege die woorden van bestraffing en kastijding. And because of those words of rebuke, I'm more inclined toward the second possibility. En juist vanwege die bestraffing neig ik meer naar de tweede mogelijkheid. But I don't know. He didn't tell me. Maar ik weet het niet. Hij heeft het mij nog niet verteld. In Isaiah chapter 49, we also talked about two possibilities. Jesaja 49 spraken we ook over twee mogelijkheden. Could be the prophet. Het kon de profeet zijn. But it could be Israel. Het kon ook Israël zijn. Because God does say that Israel is his servant in verse 3. God zegt in vers 3 dat Israël zijn dienaar is. Well, that gives us three good candidates when we get to the third anonymous passage in Isaiah. Daarmee hebben we dus drie goede kandidaten als het om deze derde anonieme passage in Jesaja gaat. The Messiah. De Messias. Israel. Israël. The prophet. De profeet. Isaiah. Jesaja. Of course, I could just say, well, A, B or C, take your pick, have a nice day. Ik kan natuurlijk zeggen, nou kies er maar één uit, A, B of C. But actually, what I wanted to propose is something that I think has far more profound implications than recognizing that there is an enigma here. Maar wat ik wil voorstellen is iets dat veel dieper, met veel meer implicaties, veel dieper gaat en veel meer implicaties heeft dan alleen maar te erkennen dat we hier een raadsel hebben. That is, I think it comes as no surprise to anyone here that the common traditional Jewish interpretation is apropos of the words of Amos that we mentioned earlier. Apropos of the distinction that King Solomon draws between the prayers of Israel that may not be answered and the prayers of the stranger that are to be answered, that we discussed earlier, the suffering servant
who bears the pain of the nations in the traditional interpretation, the common interpretation, is Israel. Het zal u niet verbazen dat de traditionele en de gebruikelijke Joodse interpretatie is in samenhang met wat we lazen in de profetie van Amos en ook in het gebed van Salomo, dat er dus een onderscheid is tussen Israël en de volken, waar de gebeden van Israël niet altijd verhoord worden, maar er ook de bestraffing is juist vanwege de roeping. De gebruikelijke Joodse interpretatie is uiteraard dat het hier om Israël gaat. En to be perfectly honest with you, you're probably waiting for me to say, and the proof of this is, right? En proof? Yes. Wat is het bewijs hiervan? I mentioned earlier what I think of theological proofs. Ik heb al eerder gezegd wat ik over theologische bewijzen denk. And although exegetical proofs are a little bit different because they have a more well-defined context. Exegetische bewijzen die zijn wat anders, want die hebben een duidelijkere context. You should already realize at the end of the sentence, and the proof is. Je zult beseffen dat het eind van de zin en het bewijs is. Nothing. Niets. No proofs. Er is geen bewijs. That is, I already noted, there are three potential interpretations of this passage, and on some plane, they all have some underlying justification, and to be perfectly honest with you, they are all to be found in Jewish traditions. Er zijn drie mogelijke interpretaties die allemaal hun eigen papieren hebben. Die eigenlijk naast elkaar blijven staan. En eerlijk gezegd, we kunnen ze alle drie terugvinden in de Joodse traditie. As simply a matter of historical observation, I think it is most plausible to posit that the interpretation of this passage as referring to the Messiah that is so well entrenched in Christian tradition came originally from Jewish tradition. Als we het puur historisch beschouwen, dan kunnen we denk ik wel zeggen dat de interpretatie van dit hoofdstuk als betrekking hebben tot de Messias, wat natuurlijk eigenlijk wel de kern vormt van de christelijke interpretatie, dat die ook terug te voeren is op het Jodendom. Because the interpretation definitely exists in very, very early Jewish sources. Want die interpretatie die vind je in hele vroege Joodse bronnen. So, we're left with a passage that has multiple possible interpretations. Dus we zitten hier met een passage die meerdere mogelijke interpretaties heeft. What are we supposed to do about it? Wat moeten we daarmee doen? If I may have the audacity to make an operative proposal here. Als ik de vermetelheid mag hebben om hier een voorstel te doen. I think the best starting point can be summed up in one very important word. Het beste uitgangspunt kunnen we in één woord samenvatten. Humility. Nederigheid. Sorry? En wachten. Right, of course, definitely. But in the meantime, humility. We don't have to wait to have humility. Je hoeft niet te wachten om nederig te zijn. Nederigheid. And furthermore, to recognize that this does not invalidate the importance of the words of Isaiah. Dit maakt het belang van de woorden van Jesaja natuurlijk niet minder. Who said we can only learn one thing from the words of God through his prophet? Want wie heeft er gezegd dat we maar één ding kunnen leren uit de woorden van God via zijn profeten? I think that's a very important perspective for us to engender altogether, in as much as it is critical in the whole dynamism of striving to learn from God's words revealed in the Bible. Dat is natuurlijk iets wat we ons voortdurend met z'n allen moeten realiseren. Omdat dat in feite de kern is van als we willen leren, samen willen leren van Gods woord. Yesterday, I was asked
by some dear Christian theologian friends if Jews and Christians have the same Bible. I'm not talking about the fact that part of your Bible is not in our Bible. I'm talking about what we'll describe as the Hebrew Bible. Is it the same book? Gisteren vroeg een goede vriend aan mij, een christelijke theoloog, hebben we nu eigenlijk dezelfde Bijbel? En dan speciaal met betrekking tot de Hebreeuwse Bijbel. Obviously the question was not, do we have the same text? We have the same text. De vraag is natuurlijk niet, hebben we dezelfde tekst? We hebben dezelfde tekst. But if we read it from completely different perspectives, is it really the same book? Maar als we het vanuit hele verschillende, uiteenlopende perspectieven lezen, is het dan nog wel hetzelfde boek? My response adamantly is, yes, it's the same book. Ik antwoord daar van harte op, ja, het is hetzelfde boek. The fact that there are manifold layers of understanding never can invalidate the basic word in the book. Het feit dat er allerlei lagen van interpretatie zijn, dat doet niets af aan het belang van het boek, of het gezag. I hope on this score, maybe it's a little bit preaching to the choir, because if you didn't feel that way, then you shouldn't be listening to what a Jew has to say about the words of the Bible. Ja, als u daar niet toch ook een beetje een idee van had, dan zou u hier niet zitten om naar een Jood te luisteren die wat over de Bijbel wil zeggen. But there's an additional dimension that pertains to this that I feel it is especially important for me to share with you. Maar er is nog iets heel belangrijks wat ik graag in dit verband met u wil delen. This is a realization that has come to me over the course of time that I think is not only true, which is always good for realizations to be, but also of great importance in our being able to communicate with one another. Maar in de loop van de tijd ben ik mee iets gaan realiseren wat niet alleen waar is, maar ook belangrijk in dat proces van met elkaar in gesprek zijn. For much of the last 2000 years, certainly for the last 1000 years, a major bone of contention in disputations between Christians and Jews pertained to passages in scripture, in English we say Christological interpretation. Yeah. Voor, als je kijkt naar de afgelopen 2000 jaar en zeker de laatste 1000 jaar, gingen veel van de disputen tussen Joden en Christenen over die passages die een christologische lading hadden. That's christologische uitleg. Christologisch is the same in Dutch. I see, okay. I don't know Dutch word. And there are people in this room who don't like words like these, but okay, well, it's a word that we use. It's a word, okay. And broadly speaking, the disputations went something like this. En kort gezegd verliepen de disputen meestal op deze manier. You must accept Christian belief because what it says in the Bible is proof of the coming of the Christian Messiah. Je moet geloven, je moet het christelijk geloof aannemen, omdat wat er staat in de Bijbel is bewijs van de komst van dat de Messias gekomen is. To which the response would be, it's not referring at all to the Messiah. It's complete misinterpretation of what the text is saying, and it doesn't have anything to do with the subject. En dan zou het antwoord daarop was, je hebt het helemaal mis. Die tekst gaat helemaal niet over de Messias. Het gaat over iets heel anders. I think you could readily sense that this doesn't bode well for meaningful communication. Dat is niet bepaald betekenisvolle communicatie. It's kind of talking past one another, not talking with one another. Praat je langs elkaar heen en niet met elkaar. I think an important key in appreciating how we should relate to scripture is a realization that I have to date shared with some dear Jewish friends and Christian friends who very much applauded it, although I realize that probably many, maybe most, theologians from both religions will be very irate about it. Nu ben ik even de draad van het begin kwijt.
Should I say it again? I try to recollect it. Heeft een bepaald, ja, ik zal maar zeggen, uitgangspunt de laatste tijd ook besproken met zowel Joodse als christelijke vrienden, die daar ook zeer door aangesproken waren. That is Jesus and all the apostles, of course, were students of Jewish tradition. Dat is eigenlijk dat Jezus en ook alle apostelen ook leerlingen in de Joodse traditie waren. I don't have to tell you this. You're familiar with Christian scriptures immeasurably more than I am. Dat hoef ik u natuurlijk niet te vertellen, want u bent daar veel meer mee vertrouwd dan ik. When Paul refers to Rabban Gamliel, we as Jews know very well who Rabban Gamliel is. Als Paulus het heeft over Rabban Gamaliel, dan weten wij als Joden natuurlijk heel goed wie dat is. Steeped in the Jewish tradition, they were of course steeped in the Jewish tradition of scholarship. En ze zaten natuurlijk helemaal diep in die Joodse traditie ondergedompeld. En dus ook in die traditie van Joodse schriftgeleerdheid, laat ik het zo maar even zeggen. How to read the words of the Bible. Hoe moeten we de woorden van de Bijbel lezen? A foundationally important element of traditional Jewish scholarship is what is known as Midrash. En een heel centraal gegeven uitgangspunt in de Joodse Bijbelgeleerdheid is wat Midrash wordt genoemd. Ironically, on the one hand, critical to the scholarship of Midrash is always using the words of the text itself. Er zit een soort van ironie in. Aan de ene kant is het onmisbaar voor de Midrash om bij de exacte woorden van de tekst te blijven. And on the other hand, not at all necessarily using the words of the text according to the plain meaning of those words. Maar aan de andere kant, om diezelfde woorden van de tekst niet altijd te gebruiken volgens de, de letterlijke betekenis van die woorden. Because again, the underlying premise is that God's word is multi-layered. Want de onderliggende vooronderstelling is dat Gods woord meer lagen heeft, een gelaagdheid kent. There is the bedrock, which is the plain meaning of the text, and even that can be subject to multiple interpretations. Dit is natuurlijk de onderste laag van de letterlijke betekenis van de tekst. En zelfs die is vaak al voor meerdere interpretatie vatbaar. And there are various layers that overlay the plain meaning of the text. En daaroverheen zijn verschillende andere lagen die een aspect van de betekenis van de tekst duidelijk maken. And the Midrash develops these. En de Midrash ontwikkelt die verschillende betekenislagen. Let me take a single example. I realize that time is very limited, but one small example in order to illustrate what I'm talking about. Een klein voorbeeld om even te laten zien waar we het over hebben. My example will employ Psalm 22. Psalm 22. Psalm 22 begins with the words to the choir master upon the dawn star, a psalm of David. Dat begint met de woorden een psalm van David voor de koorleider op de hinde van de dageraad. Now, the first point of observation with respect to this psalm is it's a psalm of David. That's obviously explicit. Nou, het is duidelijk natuurlijk dat dat een psalm van David is, zoals het aangegeven staat. Simultaneously, I will share with you that in Jewish tradition, this psalm is repeatedly expounded through Midrash to refer to the events of the book of Esther. Maar tegelijk, in de Joodse uitlegtraditie zit een psalm die door middel van de Midrash wordt uitgelegd als in relatie met het boek Esther. One of the reasons, the opening, Ayelet HaShachar, the dawn star, is taken as a veiled reference to someone whose name probably came from the Persian word for star.
Esther. Een van de aanleidingen daarvoor is het vervolg wat Ayelet HaShachar, wat bij ons vertaald wordt met de hinde van de dageraad, maar wat dus ook de morgenster kan betekenen. Dat wordt gezien als een soort van bedekte verwijzing naar Esther, van wie de naam waarschijnlijk weer is afgeleid van het Perzisch woord voor ster. Now, taking one example of such an exposition. Een voorbeeld van zo'n verklaring. That at the beginning of chapter 5 of Esther. Begin van hoofdstuk 5 van Esther. Esther, after 3 days of fasting, garbs herself in royalty and comes before the king. Na 3 dagen van vasten doet Esther haar koninklijke kleren aan en gaat naar de koning. Risking her life because someone coming unsummoned to the king was a death sentence. Ik weet dat ze daarmee haar leven riskeerde. Risking her life to save her people. Om haar leven riskeerde om haar volk te redden. Now, in chapter 5, verse 1, we read she dressed herself in malchut, in royalty. In 5 vers 1 lezen we dat ze zichzelf kleedde in malchut, in koninklijkheid. But Midrash reaches that, reads that. Not, it's not segula, but the Midrash reads that as cloaking herself in the Holy Spirit. In de Midrash die interpreteert dat zo, leest dat zo, dat ze zichzelf met de Heilige Geest bekleedde. She feels the Holy Spirit is with her on her way before the king. Ze voelt dat de Heilige Geest bij haar is op weg naar de koning. And all of a sudden, she loses it. En plotseling verliest ze dat gevoel. She feels completely abandoned. Dan voelt ze zich helemaal verlaten. And she turns to God and says, my God, why have you forsaken me? En dan roept ze uit tot God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eli, Eli, lama azavtani. Now, someone who doesn't appreciate what Midrash means will read this and say, this is preposterous. Iemand die niet kan waarderen wat de Midrash doet, die zal dit belachelijk vinden. Of... This is a psalm of David. It says explicitly in the first verse, this is a psalm of David. Het staat toch duidelijk dat het een psalm van David is. It was written hundreds of years before Queen Esther was born. Honderden jaren voordat koning Esther geboren werd, werd het geschreven. How can you possibly use words that were said by King David hundreds of years earlier and put them in Queen Esther's mouth? Hoe kun je dat doen, die woorden zomaar in de mond van koningin Esther leggen? That can't be the plain meaning of the text. Dat is natuurlijk niet de eerste betekenis van de tekst. But Midrash does not invalidate the plain meaning of the text. Maar de Midrash doet niets af van die eerste betekenis van de tekst. It adds an additional dimension to the plain meaning of the text. Het voegt er een extra dimensie aan toe. That in addition to King David's call to God, my God, my God, why have you forsaken me? Het in toevoeging aan de uitroep van koning David, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Esther's experience also resonated with my God, why have you forsaken me? Resoneerde de ervaring van Esther ook in die woorden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Do I have to explain why I'm using this example? Moet ik u nog uitleggen waarom ik dit voorbeeld gebruik? Okay, I think everyone understands very well why I'm using this example. Iedereen begrijpt dat. This is not in any way to invalidate the Christian interpretation of these words. Het gaat er dus helemaal niet om de christelijke uitleg van deze woorden, om daar iets van af te doen. On the contrary. In tegendeel. With all due respect, I believe it validates the Christian interpretation for Christians. Ik denk dat het juist de christelijke interpretatie kracht bijzet. Obviously, whether I as a Jew subscribe to the Christian interpretation or not is completely irrelevant to you because you're Christians and I'm Jewish. Het gaat er helemaal niet om dat ik als Jood de christelijke interpretatie onderschrijf. U bent christen, ik ben Jood. But obviously, too, seen through the prism of the Midrash, we can understand the
answer to a similar charge that might otherwise be brought against Christians. How can you use these verses with respect to someone who lived hundreds of years later, not only than Esther, but certainly than David? The answer is that in Christian scripture as well, this is Midrash. That's not to invalidate Jesus using those words. It's to understand the employment of the words themselves is imbued, inspired, a reflection of an ancient tradition of relating to the words of scripture and reaffirming them in our own lives. That's what Midrash does. Dus eigenlijk wat er ook in de christelijke traditie gebeurt, ook als Jezus die woorden uitspreekt in het Nieuwe Testament, ook andere christelijke interpretaties, kun je linken aan dat oude Joodse principe van de Midrash. Het wordt steeds weer een laag van de betekenis, of de tekst krijgt steeds weer in iedere situatie betekenis. Now, I freely concede. Ik zeg dat niet helemaal juist, maar daar komt het ongeveer op neer. In my saying this, I have an agenda that extends far beyond Isaiah chapter 52 and 53. En als ik dat zeg, dan heb ik natuurlijk ook wel een agenda die veel verder gaat dan Jesaja 53. Certainly that extends beyond Psalm 22. En ook verder dan Psalm 22. In fact, extends to my mind beyond any specific exposition on biblical verses. Gaat ook verder dan welke uitleg van Bijbelversen ook. My agenda is definitely not to tell you how to read the Bible. Ik heb er geen enkele behoefte aan om u te vertellen hoe u de Bijbel moet lezen. Because, as I generally respond, for example, when Christian students ask me about Christian scripture, I think it's a good question to ask your pastor. Als christelijke christenen die de schrift bestuderen mij daarover vragen stellen, dan geef ik ook vaak het antwoord, vraag het aan je dominee. What my agenda is, however, because of my mission of building bridges and tearing down walls. Maar mijn agenda is wel vanwege mijn missie om bruggen te bouwen en muren neer te halen. Is to take a subject that was so loaded with contentiousness for so many centuries as a bone of contention between Jews and Christians, and to, with all due respect, diffuse it on both sides. Daarbij wil ik wel een onderwerp inderdaad nemen dat zo zwaar beladen is geweest en ook een breekpunt tussen Joden en Christenen. Wil ik aan allebei de kanten daar de angel uithalen. I admit that it is anathema for many Jews to concede that the founders of Christianity were students of Jewish tradition. Het is voor veel Joden nog steeds anathema om te erkennen en in te zien dat de stichters van het christendom ook gedrenkt waren in de Joodse traditie en daar actief in studeerden. But they were. Maar dat deden ze zeker wel. It is, I suspect, based upon what some people have said to me, also anathema for many Christians to accept that the founders of Christianity were faithful students of Jewish tradition and Jewish scholarship. Misschien is het voor veel christenen ook nog steeds anathema om te erkennen. And to them dat, too. Oh, om dat te erkennen dat de eerste christenen de Joden waren die ook helemaal leefden in de Joodse traditie. And to them too, I say, but they were. En ook tegen hun zeg ik, ze waren dat wel. Simultaneously, I realize that there is an approach. I suspect it is a diminishing approach of some Christians who would like to regard these verses in some manner as proofs of the gospel. Het neemt natuurlijk wel wat doet wel wat af aan die mensen die deze teksten als bewijsteksten willen gebruiken voor hun eigen overtuiging. And just as I need
to convince my colleagues and your colleagues that they were faithful students of the Jewish tradition. I think such people also need to appreciate what Midrashic tradition means, what the scholarship that was so entrenched in the minds of the founders of Christianity was, and as such, how it was never intended as proof. It was intended as showing how God's word in the Hebrew Bible continues to illuminate us and our lives forever. Daarom moeten we eigenlijk ook ervan overtuigd raken, of er dieper inzicht in krijgen in wat Midrash eigenlijk doet. Niet bewijsteksten aanvoeren, maar laten zien hoe Gods woord in elke situatie en in elke fase opnieuw licht brengt. En licht en leven brengt. Which is why, from my perspective, this is so important an exercise, and why my sharing what I learned from the Bible, I think, is important, because on the platform of the words that we share, there is so much that we need to do standing together. Daarom vind ik het zo belangrijk om dit met u te delen, de woorden die we samen ook delen, om daar samen over te spreken. Dat is het platform waarop ik sta. Thank you. Dank u wel. Any questions? Zijn er nog vragen? We hebben nog een paar minuten de tijd. Yes. Trudy. De vraag, hoe kan je in het Jodendom interpreteren dat wij hier zitten? Je bedoelt vanuit een Joods perspectief? Of? Hoe can you interpret from a Jewish perspective the fact that we are sitting here together? Where does it come from? I think it comes... Well, first of all, in a word, without any hesitation, I definitely think it comes from God. Zonder enige aarzeling denk ik dat het van God komt. And in particular, the words that continuously come to my mind are the words of the prophet Zephaniah chapter 3 verse 9. Ik denk dan altijd aan de woorden uit Zephaniah 3 vers 9. Then I will change to a clear language for all peoples to call all of them in the name of God and to serve him shoulder to shoulder. Dan zal ik alle volken een heldere, van reine taal geven om zijn naam uit te roepen en hem te dienen, schouder aan schouder. And I want to stress, as I did in the essay that is around and that was just published by Case in Israel and the Kirk, that I definitely see this as a miracle of God. Ik heb dat ook geschreven in het artikel wat ook in Israel en de Kerk staat. Ik zie dat zeker als een wonder van God. We mentioned a couple of days ago as well the verse in Psalm 118. We hebben het een paar dagen geleden hier op de bijeenkomst hier over Psalm 118 gehad. In verse 24, this is the day that God made. We exult and rejoice in it. Vers 24, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Because I believe this is unequivocally a miracle in the sense that there is nothing in the natural world that could prepare us for this opportunity. Het is zonder enige twijfel een wonder, omdat er niets in de natuurlijke wereld is dat ons op deze gelegenheid voorbereid heeft. And of course, when God gives us a miracle, it's an opportunity and it's a responsibility. Als God een wonder geeft, dan is dat een kans, een gelegenheid en een verantwoordelijkheid. Anytime God gives an opportunity, it's automatically a responsibility.
Altijd als God een gelegenheid geeft, is het ook een verantwoordelijkheid. To seize the opportunity. Om die gelegenheid te grijpen. Yes, yes. Laatste vraag. Yes. Refers to the suffering servant, but you are saying that my people, that the, how you say that? There is no explicit reference to the servant in verse 8. That is, the Hebrew is me'otzer u'mimishpat lukach. But it's in the hidden third person, that he was taken away by oppression and judgment. With his generation, who did reason or who shall tell? Again, with a hidden third person. He was cut off from the land of the living. Mipesha ami nega lamo. For the transgression of my people, nega lamo, to whom the stroke or the plague was due. Right. Yeah. I will inevitably grant that because it is a concealed third person and there is no stated antecedent, it's ambiguous. But I would say the simple implication, whenever in normal discourse, whenever you have a pronoun, is to look for the nearest noun that could serve as its antecedent. Okay, so it's not an error in our translation, but it's an interpretation. Right. That is, yeah. the simple antecedent of the pronoun would then be the previously mentioned noun, which is ami, my people. But it's obviously not explicit in the text because it's a concealed third person. Laten we even kort samenvatten. Jesaja 53, vers 8, no problem. In de Hebreeuwse tekst van dat vers, daar is het helemaal in de derde persoon enkelvoud, maar het onderwerp wordt in die tekst niet genoemd. Dus we vertalen dan wel met, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, hij is afgesneden uit het land der levenden. Maar eigenlijk, strikt genomen, het woordje hij staat er niet eens. En dat is van belang bij de interpretatie van het laatste stukje van het vers, waar onze vertaling leest, om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Maar waar je dus in het Hebreeuws ook zal kunnen lezen, om de overtreding van mijn volk op wie de plaag is geweest. Omdat, als het niet duidelijk is, dan is het ook in de grammaticaal gezien, zou je dan kunnen zeggen, sluit het verwijzende woord dichtst aan bij dat wat er dichtst aan vooraf gaat. En dan kom je terecht bij de Hebreeuwse bij de vertaling die we vanuit het Engels hoorden. Maar dat is dus niet zozeer een kwestie van, ja, het is een kwestie van vertalen, maar vertalen is altijd een kwestie van interpreteren. En daar kun je dus soms meerdere kanten op, zoals we al eerder gehoord hebben vandaag. Nou, de allerlaatste vraag dan. Ja, kan nog wel even zo meteen misschien, maar ja. Nee, ik wilde gaan afronden, dus ik dacht dat je nog een vraag wilde stellen. Ja, nee, ik. Ja. Dan, ik had sowieso in de aankondiging gezet dat het 3:30 afsluiting zou zijn, dus dan is het nu ook een. I think it's time now to. To finish, there will be, you will be here for a little bit more of time, so yes, there will be an opportunity to speak with you here, but because some people have to leave now. And there's also, there are many opportunities to speak in Jerusalem. Er zijn altijd vele mogelijke gelegenheden om in Jeruzalem met elkaar te spreken. Now, I emphasize this point because a very important part of my mission is to meet, a very important part of my mission is to meet with Bible believers in Jerusalem, Christian tours, they're coming to Jerusalem. We would be very happy to meet with them.
I think the most important way to build bridges and tear down walls is to openly ask questions. And I'm very interested in hearing whatever questions people have to ask. I may not know the answers, but I can still hear the questions. Hij ontmoet graag mensen, zeker bijbelgelovigen, ook in Jeruzalem, om vragen te horen. Hij zal niet de antwoorden altijd hebben, maar de vragen zijn al goed genoeg.